Jam doet voor het eerst mee aan de Nationale Meewerkweek. En jij hebt je opgegeven. Waarom? Omdat ik het belangrijk vind als directeur om goed je bedrijf te kennen. Om echt te weten wat er gebeurt in de dagelijkse operatie. Dus hier lijn 1. Om hier te temperen, dus het ballast aan te dichten, zodat de lijn strak is. Is een belangrijk onderdeel van ons infrawerk. En ik vind het leuk om dat eens mee te maken. Het is zwaar werk, dus ik hoef vanavond niet meer naar de sportschool. En het verhoogt weer mijn respect voor de collega's die echt dit zware werk doen met vakmanschap op het oog, maar ook met meetinstrumenten om te zorgen dat onze rails er netjes als een ijsbaan bij ligt en onze passagiers en reizigers netjes vervoerd worden. En wat neem je nou mee terug naar kantoor, wat je vandaag hebt gezien? Bescheidenheid en respect voor deze collega's. Bewondering voor het vakmanschap en ook voor iemand als John die hier net was, die 32 jaar dit vak al doet. Dan denk ik, wauw, dat is serieus werk, dat is zwaar werk, daar heb ik groot respect voor. Dus het helpt mij ook weer als directeur om dat vakmanschap goed te appreciëren en daar betere beslissingen mee te maken. Ik denk dat het belangrijk is en ook heel erg leuk, zeker als werktuigbouwer vind ik dit prachtig, om echt in de operatie te gaan. Om bij de reizigers mee te gaan, met de trams mee te gaan, om te snappen wat er in je bedrijf speelt. Snappen waar je collega's tegenaan lopen. Dat vind ik leuk en ik denk dat het voor elke directeur belangrijk is. Ga je dit vaker doen? Ja, ik probeer dat regelmatig te doen, sowieso. Maar ook deze meewerkdag of meewerkweek vind ik een mooi initiatief. Dus ik doe graag de volgende keer weer mee. Hoe vind je dat je de directeur vandaag op bezoek hebt? Ja, natuurlijk. Die man toont interesse in het werk. Simpel zat. Die wil ook een keer zien hoe alles rolt en zelf buiten. Ja, ja, toch? En hoe heeft u het gedaan? Perfect. Hij kan bij jou in de groep? Ja, hij kan zo meedraaien.